Net zoals die karamel cappuccino. Ja, dat was die ook wist niet, ik hè? Echt niet. Nee. Dat daar zoveel suiker in zat. Ik had geen idee. We dachten het is wel even leuk om samen de vlog te openen en te beginnen, aangezien we samen het, de challenge zijn aangegaan. Ja, dag 3. Voel jij je eigenlijk, Angelique? Nou, om heel eerlijk te zeggen, kan ik nog niet echt zeggen dat ik een verschil zie in wat ik hoopte, dat ik beter zou slapen en meer energie zou hebben. Dat merk ik niet. Wat ik wel merk is dat ik het wel lastig vind. Vooral de drop die ik niet mag. Maar goed, we houden elkaar sterk. We houden elkaar wel sterk, ja. En sterk. Wisselen recepten uit. Ja. Wat we wel en niet mogen eten. We steunen elkaar als we het moeilijk hebben. Ja. Dat zijn vooral de momenten waar je rond een uur of 4. Oh ja, dan middag. Heb ik wel enorm trek. Ja, ik ook. Ik dan ook. Heb ik echt wel zin in mijn lekkere chocolaatje. Ja, of wat jij pas zei, die karamel. Een karamel cappuccino. Karamel cappuccino. Ja. We hebben alleen vandaag gezien hoeveel suikerklontjes erin zitten. En wij zijn daar allebei wel heel erg van geschrokken. Ja, er zitten gewoon 4 suikerklontjes in. Ja. Ik had dat niet verwacht. Nee, ik ook niet. Nee. Ja. Ik wist het ook niet eigenlijk, om heel eerlijk te zeggen. Dus wat dat in, vind ik het wel fijn dat we elkaar daarin kunnen steunen. Dus rond een uur of 4 dat je denkt, oh, ik heb wat nodig. Maar ook in de avond. Dat ik denk soms, oh, ik heb eigenlijk zin in wat lekkers. Ja. Dan is het nu of 8:30, 9:00. Ja. Dan denk ik van, oh. Dan heb ik vooral chocola. Tenminste, ik had niet verwacht. Want ik was wel afgelopen tijd al een beetje gezond bezig. Dus ik had niet verwacht dat ik zo'n de neiging had om even iets lekkers te pakken. Maar eigenlijk heb je die wel. Ja. Ja, en je doet het dus heel erg automatisch ook. Dat is het ook, ja. En voor mij zijn het dan de chocoladekaartjes of de dropjes. En, voor de mensen die nu niet weten wat de kaakjes waren, die ken ik ook niet. Kaakjes. Wat zijn het? Kaakjes, gewoon kaakjes, chocoladekaakjes. Ja, dat ken ik niet. Nee? Nee. Nou, neem ze volgende week mee. Maar dan volgende week mag het weer, ja. Na volgende week denk ik wel dat we er wel meer bewust mee omgaan. Ik wil het wel gaan aanhouden. Ja, ik wil bepaalde gewoontes wel aanhouden. Ik denk, dat heb ik ook. Dus ik wel leuk vind om te zien, ik weet niet of je Insta hebt. Ja? Ja, dan zie ik wel dat heel veel mensen daar mee doen. Dus je ziet wel echt. Je hebt hele lekkere recepten ook, die eigenlijk best wel gezond zijn. Ja, zeker. Maar ook recepten die ik zelf altijd maakte. Schijnbaar zitten daar zoveel calorieën in. Nou, dat wist ik echt niet. Nee, grappig is dat. Ja, dus je leert best wel veel van. Ja, het is pas dag 3 en dat ik denk van, oh, eigenlijk heb ik zoveel geleerd. Ja, ja ik vind het ook een eye-opener. Ja, echt een eye-opener. Ja. Dus we worden wel bewuster. Daarin wel. Dus als we volgende week wel wat snoepen. En ik neem dat dropje, dan stop ik hem bewuster in mijn mond dan voor, laat maar zeggen. Dus ik denk dat we elkaar daar wel in blijven steunen. Ja. En we nemen jullie nog een keer mee. Tot de volgende keer. Dag. Doei, doei.